Lange, hele lange rijen wachtende auto's bij de Tango in Helmond. In april 2010 bestond de tankstationketen 10 jaar en zij vierden dit met de benzineprijzen van 10 jaar geleden. En dat zorgde voor opstoppingen, irritaties en één enkele beveiligingsman die uiteindelijk hulp kreeg van de politie. Meneer, u bent een van de eerste. Hallo, ja. U bent de eerste. Ja, fijn, ja, leuk hè. Nou ja, ik sta er al vanaf 12:30. Dus ja, ja, het is even wachten, maar goed, voor deze prijzen is het de moeite waard. Hij klikt net af, 47 liter, €55. Hoeveel betaalt u normaal? Normaal betaal ik iets van €70, dus dat scheelt aanzienlijk, is zeer de moeite waard. Tango, gefeliciteerd, vaker doen trouwens. Oké. In Veldhoven werden 35 jongeren aangehouden die verdacht worden van ruim 200 misdrijven, zoals vernielingen, brandstichting en inbraken. De jongeren zijn afkomstig uit Veldhoven, Eindhoven en Waalre en 22 van hen zijn minderjarig. Bij de persconferentie over de aanhoudingen waren ook slachtoffers van de jeugdbende aanwezig. En nu zit u hier bij een grote persconferentie, want er blijkt een hele groep te zijn uit uw eigen woonplaats. Wat geeft dat voor gevoel? Nou, hetzelfde als wat de hoofdpolitie eigenlijk zei. Dus dat ze erg verbaasd waren dat de groep zo groot is. En ja, dat is dan toch wel een beetje aan de ene kant triest. Dat er zoveel jongelui tot zoiets in staat zijn. Ik hoop dat Veldhoven altijd veilig is geweest. En ik ben geschrokken van het incident dat plaatsgevonden. Maar ik hoop dat ik het kan blijven definiëren als een incident. Ondanks het feit dat er ruim 200 mensen toch slachtoffer zijn geweest van deze grote groep jongeren. Wat een vulkaanuitbarsting in IJsland al niet teweeg kan brengen in Europa. Dagenlang was er geen vliegverkeer mogelijk. Ook niet vanuit Eindhoven Airport. Vluchten werden geannuleerd, reizigers gedupeerd. Maar niemand kon er iets aan doen. Everything is cancelled? Yes. Yeah, that sucks. I'll just go inside and see what happens. Okay. Een grote brand heeft in april meubeltimmerfabriek Hoebergen in Someren volledig in de as gelegd. De rookpluimen boven het industrieterrein waren vanaf de Limburgse grens nog zichtbaar. De brand werd uiteindelijk zo groot dat een crash tender van Eindhoven Airport werd ingezet. Er vielen geen gewonden. En Koninginnacht in Eindhoven was zoals ieder jaar weer één groot feest. Met voor ieder wat wils. Oh,